Weer een nieuwe plek voor Occupy Ede. We moesten weg bij de vorige locatie, want daar ging verbouwd worden. En dat was eerst gepland op 8 december. En toen hebben we de aannemer gebeld van wanneer beginnen jullie daar nou precies? Want er was onduidelijkheid over. En die wist ons te vertellen dat we aandrukken, zeg maar, of hoe noem je dat? Druk van de gemeente is er gezegd dat ze 1 december moeten beginnen. En ja, nou ja, dat is morgen. Ja, ik vind het schandalig. Ik werd vanmorgen wakker en dan zie je zo'n rotzooi, zeg maar, voor je deur staan. En ik vind het eigenlijk helemaal kant-en-klare onzin wat ze hier doen. En dat de gemeente dat zomaar toelaat. Nou, wat mij betreft mogen ze hier rustig staan. Ik heb er geen last van. Ik weet niet precies waar ze allemaal voor staan, hoor. Wat het inhoudt, maar ieder zijn vrijheid. Ik vind het eigenlijk een zooitje. Het is echt, het ziet er niet uit. Waarom niet? Nou, het lijkt net op een camping. Moet kijken. Ja, nou, dat ze hier zo erg willen staan, ja, dat vind ik dan op zich wel goed. Maar ik vind de plek alleen helemaal verkeerd. Gewoon. Het is gewoon geen handige plek. Occupy zelf vindt het niet zo'n groot probleem. Het houdt je bezig, hè. Het jammer dat het zo moet, maar ja, we gaan, we luisteren wel uiteindelijk, om het zo maar te zeggen. Oh, kijk hoe lang het hier het vol kunnen houden natuurlijk. Nou, ik begrijp van de gemeente dus absoluut niet dat ze dit toestaan. En van hun begrijp ik het niet waarom ze hier gaan zitten. Ik zou eerder zeggen van joh, ga lekker naar het gemeentehuis en ga daar lekker een rotzooi maken. En niet voor de mensen zijn appartementencomplex, zeg maar. Ja, dat zie je natuurlijk wel. Een drukke winkelstraat, veel bekijks en zo. Ja, ja. Maar ja, dan moeten ze maar voor het politiebureau gaan staan dan. Dat is nog kort erbij. Ik vind ze staan daar nogal op een zijkant. Ik bedoel, ik vind niet dat er veel mensen last van hebben, hoor. Nou, als ik het zo bekijk, verwacht ik best wel wat problemen, ja. Want als eerste, waar gaan die mensen naar het toilet? Dus dat gaat tegen de gevels van de winkels aan gebeuren en weet ik veel waar. Dus daar maak ik me zorgen over. Ik maak me zorgen over de overlast, zeg maar, die hier gaat komen, zeg maar. En ik ben heel benieuwd of de politie of de gemeente gaat ingrijpen. Of dat ze een keer, als ik bel van er is overlast, dat ze wel komen. Nou, op zich ga ik daar wel in mee dat ze hier eigenlijk gewoon weg moeten. En dat komt gewoon puur de plek, zeg maar, waar ze staan. En met dat fietsenrek ook. Ik bedoel, het is echt een fietsenrek waar echt heel veel mensen hun fiets neerzetten. Zeker op een zaterdag. Dan staat het hier helemaal bomvol en motoren en alles. En ja, die hebben nu gewoon geen plek meer om een fiets daar neer te zetten. Of een motor. Dus vandaar. Heb je ook een soort angst voor overlast die er gaat komen? Nou, op zich niet. Ik verwacht niet dat ze muziek en dat ze dingen gaan draaien. En ja, ik denk als er wel overlast is en ik heb daar echt last van, dat ik daar gewoon iets van kan zeggen of bij de gemeente aan kan geven. Nou, ik heb in het verleden heb ik wel eens vaak overlast gehad en gebeld. Maar daar hebben ze geen tijd in. Er zijn te weinig mensen, zeg maar, beschikbaar. Dus. Nou, stel, ze komen niet en je bent niet helemaal eens natuurlijk dat ze hier voor je deur zitten. Ga je zelf met ze in gesprek om, om ze beter te leren kennen, bijvoorbeeld? Nou, ik zit zelf wel op een schietvereniging, maar dat is even. Dat is even al. Nee, ja, ik denk het niet. Nee, ik denk niet dat ik naar ze toe ga. Ja, wat ik net al zei, ik weet niet of het heel veel zin heeft. Dus ja, vandaar. Ik heb zoiets. Ik denk dat ze op een gegeven moment toch wel weg worden gestuurd door, of door de gemeente of misschien door de politie. Dus nee, ik denk dat ik er zelf niks aan ga doen. Nou, ik ben er niet bang voor, eerlijk gezegd. Maar tenzij het echt te gek wordt, dan stap ik denk ik wel naar buiten, ja. Ja. Wat is het doel wat je wil bereiken? Hier weggaan, sowieso. Wel per direct? Per direct, ja. Vanaf januari 2012 gaat er weer het een en ander veranderen bij de gemeente. Zelfs de ID-kaart voor kinderen wordt een stuk duurder. Nou, er gaat qua prijs wat veranderen per januari. Dan gaat hij van ruim 9 euro naar 30 euro. En qua vanaf juni volgend jaar, juni 2012, is het verplicht dat alle kinderen die naar het buitenland gaan, niet meer op het paspoort staan, maar ook een eigen ID-kaart hebben. Dus iedereen die naar het buitenland wil gaan, die doet slim om dit jaar nog die ID-kaart te vragen. Want dat scheelt hem 20 euro. En die verhoging komt niet door de gemeente Ede, maar dat komt doordat het Rijk anders is gaan werken. Iedereen vanaf 14 jaar moet een ID-kaart hebben, maar dat is ook gewoon om je te identificeren. En vanaf nul geldt het voor kinderen die naar het buitenland gaan. Dus als mensen hun kinderen mee naar het buitenland nemen,
deelnemen, dan moeten ze gewoon zorgen dat ze zo'n ID-kaart hebben. Nogmaals, het gaat in 2012 in wat betreft de verplichting, maar die verhoging van ongeveer 9 euro naar 30 euro, dus een forse verhoging, nogmaals, komt door het Rijk, wat ons hogere lasten rekening brengt, die gaat 1 januari in. Dus ik doe een oproep aan alle mensen om in december, als ze naar buitenland willen, nog die ID-kaart te hebben. Dat scheelt ze heel veel geld. 'S Morgens kunnen ze op het gemeentehuis terecht en dan moeten ze inderdaad gewoon in de wachtrij. En ze kunnen als ze bellen reserveren voor een afspraak naar de 's middags. Dus 's middags kunnen ze terecht, dan hoeven ze niet te wachten, worden ze meteen geholpen. Maar dan moeten ze wel van tevoren zich melden. Tot hoe laat kan het? Dat kan van 1 tot 5. Dat zijn we 's middags open en ik dacht woensdags tot 7 uur. Er gaat niet alleen iets veranderen met de ID-kaarten voor kinderen, maar ook mensen met dubbele maandlasten moeten goed opletten. Voor hun ziet het er misschien iets beter uit. Op grond van de zogenaamde leegstandswet, tot mensen die bijvoorbeeld 2 huizen hebben en er 1 niet kwijt kunnen, tot ze dat huis kunnen verhuren in de tijd die ze nodig hebben om de woning te verkopen. Als dan de woning verkocht is, geldt niet de huurbeschermingswet voor de huurder, maar dan moet de huurder er dus snel uit. En waarom is deze verandering dat doorgevoerd wordt? Dat is omdat er nogal wat mensen problemen hebben met de verkoop van hun woning. En die zitten dan met dubbele woonlasten. Nou, als je dan een beetje huurinkomsten krijgt, dan helpt dat. En er zijn ook een hoop mensen die aangewezen zijn op woonruimte en graag tijdelijk willen huren. En voor mensen die tijdelijk willen huren is het ook heel erg geschikt. Maar nogmaals, huurders hebben dus geen huurbescherming. We willen wel voorkomen dat huisjesmelkers nu denken, hé, dat is mooi. We kunnen onder de huurbeschermingwet uit. Dat is niet de bedoeling. Het gaat dus echt om mensen die particulier een woning over hebben. En die dat ook zelf geruime tijd hebben bewoond. En het gaat er dus vooral om dat we de huisjesmelkers buiten de deur houden. Nou, wat we vandaag gaan doen is innovatie delen tussen bewoners, bedrijven en ambtenaren. En we staan hier op de innovatiemarkt. Daar kan je allerlei innovatieve initiatieven zien. En je kan ook naar boven. Daar heb je 14 workshops waar je allerlei innovatieve dingen kan doen. Wat is de bedoeling van deze dag? Wat wil je ermee bereiken? Nou, we willen vooral gewoon laten zien dat dingen anders kunnen, dat de dingen innovatiever kunnen. En dat willen we laten zien door projecten te tonen die het al anders doen. Maar we willen je ook zeg maar handvatten geven om het morgen anders te doen. Vandaar ook zeg maar die workshops. En morgen hebben we dan ook nog een werkconferentie. En daar willen we eigenlijk gaan nadenken over hoe een organisatie kan innoveren. Nou, het gaat er niet om dat de dingen nu niet goed gaan, maar je ziet dat door ontwikkelingen, digitale ontwikkelingen, ontwikkelingen in de maatschappij, dingen veranderen. En je moet het wel anders doen. Eerst hadden we geen social media en dat hebben we nu wel. Dus dat betekent dat je daar als organisatie op moet inspelen. Hoe kan je dat gebruiken dan, die social media? Op verschillende manieren. Social media wordt vooral gebruikt zodat mensen elkaar ontmoeten. En voor gemeentes is het ook belangrijk dat men elkaar ontmoet. Dat je elkaar ontmoet in de wijk. Bijvoorbeeld zodat de leefbaarheid wordt vergroot. Maar dat je misschien ook samenwerkt aan projecten of producten zoals een visie. Dat zijn 14 workshops. Wat is op die workshops om te doen? Nou, je leert daar anders ontmoeten. Dus via social media bijvoorbeeld. Je leert daar onder andere innovatief koken. Op een andere manier vergaderen. Je kan virtueel vergaderen, maar ook op nieuwe werkplekken, bijvoorbeeld staand vergaderen. Je leert anders denken, dus als je idealist bent bijvoorbeeld, of je wilt op een andere manier naar problemen kijken. Ja, ik zag bij die workshop over het anders vergaderen, ik zag ook iets staan over vergaderen in het buitenlicht. Hoe serieus is dat nou te nemen met een land waar het heel vaak regent en koud is? Ja, het is eigenlijk zo dat als je wandelt in de buitenlucht, nou, heel veel mensen doen dat toch al. Elke dag wel eventjes met de lunch eruit gaan. En op die manier kan je dus ook gewoon vergaderen. En het is effectiever omdat je dan echt weet van, ik wil een bepaald doel bereiken tijdens de wandeling. Dus je gaat vanzelf zeg maar wat effectiever met je tijd om ook. Dus een beetje out of the box denken. Precies, en daar draait het om. Geloof je er zelf in? Ik geloof er absoluut in. Ik heb al eerder gezegd, ik denk social media bijvoorbeeld, de ontwikkeling van digitalisering gaat heel snel. Dus de vraag is van, bestaat Twitter nog over 5 jaar? Nou ja, dat weet ik niet. Maar wat ik wel weet is dat de manier van communiceren, dus met 1-op-1 kort, dat blijft bestaan. En of Twitter als tool nog blijft bestaan, dat is ook niet zo interessant. Maar het is wel een verandering dat je op die manier met elkaar in contact staat. Hoe ziet er over 10 jaar het gemeentehuis eruit?
Nou, we hebben hier op de markt hebben we ook een kraampje staan. En daar gaan ze praten over dienstverlening zonder gemeentehuis. Dus ja, misschien bestaat die niet meer zoals we het hier kennen met loket en dat soort dingen. Maar ja, is het gemeentehuis, komt naar je toe. Dus vandaag nog even genieten van de laatste uur op het gemeentehuis. Ja, dat is een tricky vraag natuurlijk, maar dat zou zomaar kunnen. Daar gaan we in ieder geval over nadenken. Wij gaan met een paar mensen van de wielervereniging Ede gaan we met wat kinderen het bos in om een stukje te mountainbiken. Waar gaat de route precies langs allemaal? Ik weet niet precies. Lucas die heeft de route bedacht, maar ik denk dat wij het Luntersche Bos gaan verkennen. Zullen er genoeg leerzame stukken in voor de kinderen? Dat denk ik wel. En anders gaan we die wel opzoeken. We kijken natuurlijk even hoe het niveau is en wat ze kunnen en waar ze misschien wat verder kunnen. Of dat we dingetjes eruit moeten halen wat misschien te moeilijk is. Wat is nou het mooiste aan mountainbiken? Je bent buiten, met de natuur. Je bent zelf lekker bezig. Je ziet mooie dingen. Ja, een beetje, het is eigenlijk hetzelfde als een boswandeling, alleen wat spannender. Had je nu ook gewoon op een normale fiets kunnen houden? In veel gevallen kun je gewoon op je normale fiets ook wel het bos in. Maar als je het wat spannender wil doen, ja, dan heb je toch wel wat meer nodig. Gewoon ook een beetje de steile bospaadjes af en zo, als die er zijn? Wij gaan steile bospaadjes af, we gaan steile bospaadjes op. We pakken af en toe een boomwortel mee of springen over een boompje heen. Het is met alle sporten, je gaat daarin steeds wat verder. Vandaar ook de helm natuurlijk. Vandaar de helm. Nou ja, het begint met een helm. Als je op een mountainbike gaat zitten, ja, dan is een helm eigenlijk verplicht. Je hebt er zin in? Ik heb er heel veel zin in en ik hoop de kinderen ook. We gaan wielrennen of mountainbiken. En waar ga je heen? Door het bos gaan fietsen. Vind je dat een beetje leuk om daarheen te gaan? Oh ja, dat lijkt me wel leuk. Ja, wat is er zo leuk aan? Ja, het fietsen en de omgeving. Ja, je kan er echt van genieten als je door de bos heen rijdt of zo? Ja, is wel grappig en leuk. Vind je het ook mooi om doorheen te rijden? Ja, al die bomen. Hey, wat ga je zo om te doen? Mountainbiken. En waar ga je heen? Weet ik niet. Maakt je allemaal niet uit? Nee. Vind je het wel een beetje leuk om te mountainbiken? Ja. Waarom? Nou, vind ik gewoon leuk. Vind je het een beetje leuk om door het bos heen te fietsen? Ja, best wel. Wat is er zo leuk aan? Nou, je bent lekker veel buiten. Je houdt ervan om buiten te zijn? Ja. Liever dan achter de computer? Ja, ook wel. Nou, ben benieuwd. Laten we eens even kijken. Moet je hem wel zien. Kijk, daar zitten ze. Ja, kijk. Los. Nou, dat wordt weer gezellig. Wat zie ik nu al. Kijk. Vol in de zeven. Sinterklaas, hoe was het hier? Spannend.
Het grappige is, elke klas is spannend. En het is elke keer weer een verrassing hoe ze je verrassen met een nieuw liedje. Want je hoort soms wel 12 keer hetzelfde liedje. En op deze school gebeurt het wel eens dat je toch een nieuw liedje hoort. Dat vind ik ook wel eens leuk hoor. Zijn er een hoop bijzondere kinderen op deze school? Ja, we hebben een meisje dat zit heel goed in turnen. Die heeft al een prijs gewonnen. Dus ja, dat vind ik heel leuk. En je hebt misschien net gezien, er zitten heel veel voetballers bij. Sporten graag hier. Ja. Ik kan niet anders zeggen dat als kinderen sporten, dan moet je daar blij mee zijn. U heeft natuurlijk een druk schema. Heeft u wel tijd om alle scholen in Ede langs te gaan? Ja, we doen ons best. Ik geef toe dat het heel erg proppen is. Maar ja, goed, je hebt het misschien wel door, maar we komen toch al op, ik denk dat we toch al gauw 30 scholen halen. En u houdt het ook nog steeds gewoon vol op uw leeftijd? Ik hou het vol. En zeker hier. Dus ik blijf doorgaan. En de Pieten, dat gaat ook nog steeds goed? Gaat nog steeds goed. Moeilijk in toom te houden soms, maar ja, ach, hier dan gaan ze weer. Maar ik doe mijn best. Moet u nog veel doen vandaag? Ik moet nog zometeen naar de Ridderhof. Dat is een dependance, want deze school is eigenlijk te klein. Dus er zit nog een gedeelte op de Ridderhof. Dus daar gaan we ook nog maar even heen. Nou, snel dan. Succes. Gaan we doen. Bedankt. Tot ziens. En nou op naar de Ridderhof, jongen. We zijn nog niet klaar vandaag, hè? Nee, zeker niet. We hebben het er nog niet op. We gaan nog hard aan de slag. We hebben nog niet.